Het zeilseizoen zit er voor mij weer op. Dus geen zeilfilmpjes meer, maar wel filmpjes over pontjes, ponten en veerboten, want die vind ik ook leuk. In dit filmpje komen de veren aan de orde die je links ziet staan. Ik werk in de filmpjes van klein naar groot en van vaart naar kanaal, rivier en zee. Ik begin dus weer met een klein pontje. En dit is het pontje bij Schipluiden waarmee je de Oostgraag over kunt steken. Met de trektouw trek je jezelf naar de overkant. Hier zie je de oude trambrug waar vroeger een treintje over reed en nu een fietspad ligt. Toen ik een tijdje koerste, heb ik hier heel wat trainingskilometers afgelegd. Als het pontje vuil is, moet je zelf bezemen. Dan naar Puttershoek, waar je de Oude Maas het hele jaar kunt oversteken met een pontje. Het is hier heel druk met vaak grote binnenvaartschepen en soms een zeeschip. Je vertrekt bij het veerhuis waar Kees Verkerk is opgegroeid. In de verte ligt Zwijndrecht. De O op deze boei staat voor Oude Maas. Dan naar de IJveer in Amsterdam. Ik neem eerst de pont van het Centraal Station naar de Buikslotenweg. Ik denk dat er in Nederland op geen enkele pont zoveel vreemde talen worden gesproken. Ja.
links het filmmuseum AI en in het midden de oude Shell-toren waar nu veel creatieve bedrijven zitten. Vanaf het IJplein ga ik weer terug. Hier zie je de Sixhaven. Je hebt hier een grote kans om zo'n reusachtig cruiseschip te zien. Dan de veerpont bij Nieuw-Beijerland waarmee je het Spuien oversteekt. Om versilting van de Nieuwe Waterweg tegen te gaan, vindt de afvoer van het Haringvliet voor een deel via het Spuien plaats. En dat levert veel stroom op. De schroef van de pont moet dus flink dwars duwen. Ik heb hier wel gezeild, maar dan wel met de stroom mee, want anders is het niet te doen met mijn kleine bootje. Het is een leuke veerpont, maar je komt niet aan bij een idyllisch dorpje. Dan nu een opsomming van de veerboten die op de Schelling varen. Bij de Schelling zie je twee verschillende routes. De rechter gaat door de Slenk, die op diepte gehouden wordt voor de veerboten. En de linker die gaat over het ondiepe Schuitengat. En die is eigenlijk alleen maar geschikt voor de snelboten als het vloed is. Dit is de Friesland die hier de haven van Harlingen binnenvaart. En hier vertrekt hij weer. En hier zie je hem in de avond op de Schelling aankomen met op de achtergrond de Brandaris. Ik ben natuurlijk ook meerdere keren aan boord geweest. De Friesland wordt de reserveschip als deze opvolger in de vaart komt. Dit is de oude Friesland die nu toeristen vervoert tussen Enkhuizen en Medemblik. De Midsland die gaat verdwijnen en is misschien straks wel terug te vinden aan de oostkust van Afrika, net als zijn zusterschip de oude Vlieland. Dit is de snelboot Tiger, of is het nou Tiger?
Kugelwiek. De Noord-Nederland vervoert alleen vrachtauto's. En dit is de vrachtboot op de Schellingenbank van de rederij Waddentransport. De spathoek van de EVT die vaart niet meer. Ik besluit weer met een grote jongen en dat is deze keer het grootste roll-on-roll-off schip ter wereld, de Celine, die een veerdienst onderhoudt met Zeebrugge, Dublin en Londen.